Hey hey, goedemorgen. Ik zit lekker op de bank in mijn pyjama te werken. Dit is echt mijn favoriete pak in de wereld. Ik heb het al vaak gezegd, geloof ik. Maar ja, dingen die ik geweldig vind, daar kan ik gewoon niet over ophouden. Ik heb hier best een lekker hoekje voor mezelf gecreëerd. Ik zal het jullie even laten zien. Over roze elementen, loving it. Ik ben even een uur door veel inspiratie aan het heen gaan. Ik vind het dus leuk om jullie even te laten zien wat dan bijvoorbeeld naast al mijn online bronnen... Nou, de magazines zijn die ik tof vind. Hoe inspiratie bij mij vaak werkt is op een aantal manieren. Ik begin heel vaak online. Ik ben eigenlijk de hele dag dingen aan het kijken en aan het opslaan. Dus alles wat ik op Instagram tegenkom, wat ik gaaf vind, sla ik meteen op. Of het nou een thema van een post, een kleur in een quote of een leuk woordgrapje of een mooie foto is. Zodat ik altijd een archief op Instagram heb. Accounts die ik dan heel interessant vind om te volgen zijn bijvoorbeeld... Brit & Co. en het account van Jen Gutsch, de oprichter van Bendo. Mensen die eigenlijk hele eerlijke, inspirerende verhalen vertellen. Wat ik ook veel doe online is Pinteresten. En dan heb ik bijvoorbeeld voor Linda Meijden een bord voor elk thema dat ik heb bedacht. Zodat alles wat ik tegenkom, wat daar ook maar een beetje mee te maken heeft, op één plek kan blijven. En ik altijd een eigen archief heb. Voor mij werkt inspiratie niet dat ik dus zo op de bank ga zitten en opeens 100 ideeën heb. Ik moet heel veel input hebben en dan gaat alles in mijn hoofd werken en dan komen alle stukjes samen. Dus Instagram en Pinterest en een aantal websites die ik veel lees, zoals Jezebel en ook Teen Vogue, vooral op Instagram ook wel. Jezebel is een hele toffe feministische nieuwssite. Eigenlijk al het vrouwennieuws zonder de airbrush, dat is waar ze voor staan. Refinery29 is een van mijn absoluut favoriete websites en inspiratiebronnen. Vind ik echt wel de holy grail als het gaat om hoe zeg maar popcultuur en feminisme hand in hand gaan. Dat zijn een beetje mijn bronnen. En qua print kijk ik dan vooral naar toffe buitenlandse titels. Even kijken of ik dit ergens neer kan zetten. Bij mijn mooie nieuwe Sonosje. Oh, ik vind deze box zo mooi. Dit is dus een limited edition met Hey in de perfecte roze kleur. Wat je natuurlijk ook verwacht van Hey. Want ja, wat is niet geweldig en mooi wat ze aanraken. Ik weet niet hoe lang dit in de winkels is, maar ik zou zeggen, ga er snel achteraan. Want zo werkt het met limited editions. Dan ga ik me even installeren. Wat ik bijvoorbeeld een tof magazine vind altijd, is grappig genoeg gewoon een gratis magazine. In ieder geval, ik krijg het altijd gratis opgestuurd. Misschien kost het bijvoorbeeld een pond of zo om op ASOS te bestellen. Ik vind ASOS magazine altijd heel fris en leuk en kleurrijk en hele toffe shoots die heel echt voelen. En ook de beauty en de styling is heel benaderbaar. Dus dat vind ik er heel erg tof aan. Het is ook heel gaaf dat ze hier bijvoorbeeld ook een jongen in een beauty shoot hebben zitten. Vind ik echt een mooi voorbeeld. Ik kijk gewoon altijd wat er uitspringt als ik tijdschriften ga kopen. Oyster vind ik ook een hele toffe titel. En ik vond dit zo'n mooi beeld met Ducky. En haar super mooie donkere huid en super krachtige foto en dan met dat hele felle neon, dus die springt er echt uit. Hele gave shoots, echt ook heel rauw en gebeurt heel veel op een pagina. Ook heel mooi bloot beeld zonder dat het heel erg in your face of heel pornografisch is. Ook mooi dat er zo heel dichtbij wordt gefotografeerd, dus dat je niet merkt dan op led. Dit sprak me eigenlijk heel erg aan omdat het logo twee hartjes is en niet een geschreven beeld merkt. En dit heeft een hele retro vibe. Hoe heet dit blad eigenlijk? Hearts Magazine. Oké, spreekt voor zich. Ja, ook prachtige shoots. Maar ook dit soort leuke verzamelpagina's met kunst en tekst en zo. Dus wat ik merk is dat ik me heel erg aangetrokken voel tot tijdschriften waar de vorm niet zo vast ligt. En eigenlijk handgeschreven briefjes en gedichten en mooie editorials met een fashiongevoel. En interviews allemaal een beetje door elkaar lopen. Dit vond ik ook een heel tof blad. Het past heel goed bij Linda Meijden. Het heeft heel erg zo die tiener popculture uitstraling. Met ook veel van dit soort kaders bijvoorbeeld. Dingen die over elkaar heen worden gezet. Het leuke is ook dat deze cover door Brooklyn Beckham geschoten is. Dus toen dacht ik, oh ja, het is ook tof als je iemand achter de lens betrekt. Maar heel dynamisch en er gebeurt heel veel op een pagina, wat ik wel heel tof vind. En dit blad vind ik ook fantastisch. Ik wist dus helemaal niet dat The Wing een tijdschrift uitbracht. The Wing is een collectief voor vrouwen. Ze hebben bijvoorbeeld een aantal werkplekken, volgens mij in New York al 5, waarin alleen vrouwen, je moet je ook aanmelden van tevoren,
kunnen werken. Eigenlijk omdat ze gewoon safe spaces, fijne, creatieve, echt op vrouwen gerichte plekken wilden oprichten. Net zoals dat je bijvoorbeeld female-only sportscholen hebt. En waar vrouwen elkaar ook kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen. Het zijn vaak mensen die of ZZP'er zijn of een eigen bedrijfje hebben. En elkaar op een creatieve manier kunnen stimuleren en kunnen helpen. En ze hebben dus ook een printmagazine. Er zijn eigenlijk vooral heel veel interviews in, maar ook inspirerende kunst. Het gaat niet zozeer om mode, maar echt over persoonlijkheden. Dus vind ik ook fantastisch. Dat zijn een beetje de magazines die ik nu net heb gekocht, die ik heel graag vond. Het is gewoon heel belangrijk om ook veel input te houden en je brein ook creatief te blijven voeden. Daarna ga ik heel snel even wat eten, want ik vergeet vaak te ontbijten als ik aan het werk ben. Ik ben lekker vroeg begonnen en heb al heel veel afgetikt. Dus dit nu even als een soort creatieve pauze tussendoor. Straks ga ik iets heel erg leuks doen, namelijk naar de Bijenkorf. En ze hebben nu iets nieuws waarbij je met een personal shopper waar je gift selectie samen kan stellen. Dus mooie cadeautjes of voor jezelf of voor een moeder of een vader. Ik vind het ook heel leuk om te kijken of ik zo een beetje op nieuwe ideeën kan komen. Wij doen altijd een soort kerst-Sinterklaas hybride waarbij we voor iedereen cadeautjes kopen. En ik heb al voor Milan, voor Jordi en voor Kirsten cadeaus. Dus mijn tweelingbroer en zijn vriendin ook. Maar voor mijn ouders weet ik het gewoon niet. Dus ik hoop dat ik wat inspiratie op kan doen. Ik neem jullie wel mee. Ik ben in de Personal Shopping Lounge waar ik wel eens vaker heb gefilmd. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit helemaal werkt, dit proces. Maar dat ga jij mij vertellen! Yeah. Oh my god, gorgeous lady! Ik val gewoon even meteen met de deur in huis. Want ik kom hier natuurlijk om voor het eerst even met jou te ervaren hoe het is om een kerstshopper te hebben. Ja. Hoe is het? Hoe werkt het? Hoe melden mensen zich aan? Kun je je opgeven via de Bijenkorf site. En dan kun je dan kiezen wat wil je en hoeveel wil je besteden. Dus dat gaan we even een beetje doen. Is, en voor wie het is. Ja. En je krijgt een uurtje de tijd. Dus het is gewoon super lieve service eigenlijk. Ja, okay. Het is ook gratis en je krijgt een champagne bij, wat lekker. Oh my god, alleen al daarom zou ja. Gewoon alleen om even champagne te drinken. Ik heb dus zelf een paar dingetjes nodig waar zij me bij gaat helpen. Het leek me leuk om een soort van top 10-achtig iets samen te stellen als inspiratie voor jullie. Alsof jullie dus ook met een kerstshopper op pad zijn. Ik vind het echt een goed idee wel. Heerlijk, het is gewoon een extra stukje service wat je online niet krijgt. Ik raak helemaal afgeleid door dingen die ik zelf wil, maar dit vind ik dus ook een heel leuk cadeau. Zo'n capje, een soort sailor petje. Dat is echt zoiets wat elke vrouw leuk staat en wat je in Nederland altijd nodig hebt, omdat het altijd regent en je haar soms gewoon helemaal de haaien gaat. Sandy, wat zijn dit voor glitters? Ja. Dat is echt, oh my god, dit vind ik zo mooi. Dit is geweldig. Een hele lekkere Gunny glitterjurk. Via deze weg ook dingen op mijn eigen wishlist zetten die iemand anders dan voor mij gaat shoppen bij de Bijenkorf. Dat lijkt me top. Dit heeft echt mijn naam erop. Regenboogboom. Wat is dit allemaal? Wat? Oh my god. Ik ben een kunstwerkje. Kijk, we hebben ook een themaboom. Holy shit. Oh my god. Dit is te leuk. Dit is de boom uit mijn dromen. Hier zijn natuurlijk ook allerlei lekkere cadeaus te vinden. Ik vind deze het leukste. Ja, dit is heel leuk. Kan je dit ook nog bewaren als je dit opengemaakt hebt? Oh ja. Dat is dus ook een koeler. Daar kun je ijsplankjes in doen. En je kan dan je lipstickjes erin doen. En, oh, leuk! Dat is dan gewoon, dit is zo vet. Dat vind ik er ook natuurlijk heel leuk uitzien allemaal. Met Swarovski. Oh ja. Oeh! Dit is de Beyoncé fles. Ja, dit is echt een geniale fles. En deze kleintjes vind ik ook heel deze leuk. Zijn heel lekker. Ze zijn super zoet. Ja. Dus dat is niet zo van, oh, ik hou niet zo van champagne. Nee, ja. Je houdt van champagne. Je houdt, je lust ja. Dit. Jij lust ik ook een heel leuk cadeautje. Ik ben nu voor mijn vader op zoek en ik dacht, het is ook wel leuk om iets te geven wat hij elke dag draagt. En nu ben ik natuurlijk weer bij de kritiek bedankt. Ze hebben dus ook mini geurkaarsjes. Wat echt het leukste cadeau ever is en ik ook weer zelf wil hebben. Oh my god. Blij hoor. Net staan inpakken. Oké, ik heb een heleboel hele leuke dingen gevonden. Ik dacht, ik doe even heel snel
al mijn cadeautips in een soort shopblog. De eerste is een cadeau wat ik zelf ook heb. En dat zijn deze hele lekkere zachte leren wanten van COS. En het zit gewoon lekker, want je vingers hebben wat vrijheid. Dus daar hou ik heel erg van. Een ander cadeau dat ik niet kon laten liggen is deze kerstbal in croissant. Deze heb ik natuurlijk voor Kim meegenomen. Kon ook niet anders. Voor mijn vader was ik echt aan het zoeken, want ik wilde niet zomaar een opvulcadeau kopen of zo. En hij is best wel specifiek, dus daarom denk ik een mooie geur waar iemand echt wat aan heeft. En hij heeft nog niet zo'n soort signature scent. Dus toen ben ik naar Diptyque gegaan. En ze hebben eigenlijk vooral unisex geuren. En deze Tempo is echt wel heel zwaar met patchouli. Dus dit is wel iets waar veel mannen voor gaan. Dan voor de mannen in mijn leven die iets jonger zijn, zoals mijn tweelingbroer of mijn vriend, heb ik dit leuke mutsje van Samsung en Samsung gevonden. Ik vind zo'n kleur heel tof, omdat je in de winter toch altijd donkerblauw en zwart en donkergroen aan hebt. Dus dan knalt het tenminste nog een beetje. Een ander cadeau, wat echt wel een luxe cadeau is, is dit pakketje van Love Stories. En het is zo'n heel mooi doosje waar dan voor elke dag van de week een zijde onderbroekje in zit. Met ook die dag van de week erop. Koop je echt als iemand je heel dierbaar is, want het is best een investering. Maar dan heb je wel echt 5 kleine cadeautjes en een doosje wat je heel mooi kunt hergebruiken. En hier maak je iemand echt heel blij mee. Dit is zo'n typische lekkere chillbroek die je naar een chillavond of na het kerstdiner aan wil. Maar dus ook gewoon als een fashion item kan gebruiken met een tof t-shirt misschien wel uit de kast van je vriend. En een grote blazer erop en hakken eronder. Het is ook wel iets waar je echt jarenlang plezier van hebt. Dus dat vind ik in die zin ook een goede investering. Dit vond ik echt briljant, want de naam van dit pakketje is Glow Getter. En dat is precies wat het is, want hier zit een kleine strobe cream in en een hele mooie highlighter. Dit is een heel mooi cadeau voor mijn moeder of mijn schoonzusje, omdat zij altijd proberen af te kijken bij mijn make-up routine, maar denken dat het heel moeilijk is. Is het dus niet als je gewoon de juiste spulletjes hebt. En een Moët Mini, ja, wie vindt dat niet leuk? Maar gezien de roze kleur denk ik toch vooral aan de meiden in je leven. Een Kate Moss boek. Ik weet dat Kim, mijn beste vriendin, bijvoorbeeld groot fan van Kate is, maar ook mijn moeder. Dus dit is zo'n boek wat je echt met trots op een koffietafel neerlegt. Ook een heleboel hele betaalbare leuke boekjes op de boekenafdeling gezien. En dan de Holy Grail wat betreft kerstcadeaus. De UGG-pantoffel. Ik heb Kirsten voor haar verjaardag vorig jaar UGG-pantoffels gegeven. En nu wil iedereen in ons gezin ze dus ook. Maar het is ook niet zoiets wat je zomaar even voor jezelf koopt. Dus dit vind ik dan echt een heel leuk, mooi cadeau als je bijvoorbeeld loodjes doet en een hoofdcadeau voor iets meer geld wil kopen. Een toffel der pantoffels, als er zoiets bestaat. Dat zijn ze, jongens. Zo zacht en mooi. Guys, het is nu 5:45 en ik ga zo naar een Media 100 diner, wat betekent 100 mensen, mediamakers of mensen uit medialandschap, tv, radio, magazines, kranten, die worden elk jaar verzameld in een lijst, bijvoorbeeld nieuwkomer of bladenmaker of whatever. En dit jaar ben ik dus in 3 lijsten binnengekomen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat ook eigenlijk, of ze nog iets gaan uitreiken of dat het gewoon is. Dit is de lijst. Ik heb geen idee waar ik dan ook sta. Maar dat maakt me eigenlijk ook niet uit, want ik vind het gewoon heel leuk om er onderdeel van uit te maken. En ik ben de spreker van de avond. Dus ik ga dingen vertellen over Linda Meijden, maar ook over het bestaan van een influencer. En mijn strategie voor beide en hoe je jonge vrouwen bereikt en dat soort zaken. Dus dat vind ik heel erg leuk en heb ik vaker gedaan. Dus in die zin vind ik het niet mega spannend. Maar je wil het natuurlijk wel altijd goed doen. En er zijn natuurlijk veel mensen uit het vak aanwezig. Dus ik hoop dat ik een beetje uit mijn woorden kom en dat het leuk is. De plek is in ieder geval heel mooi, zag ik. Ik laat jullie zo even zien wat ik aan heb. Ik heb mijn make-up even opnieuw gedaan. Shiny en met een beetje rood. Ik heb deze oorbel in. En een top aan met blote schouder en verder gewoon strak. Een roze pantalon voor het business element. En een gestipte pump voor een beetje fun. Dat is eigenlijk. Ja, oké. Ik ga denk ik even een Uber bestellen en Lena ophalen. Die mijn agentschap tegenwoordig doet. Die gaat mee, dus dat is altijd heel gezellig. En Yildo, eigenlijk mijn baas bij Linda, die is er ook. Zij is het mastermind van alles wat met Linda te maken heeft. Fantastisch. Zou ik misschien ook wel eens een interview mee kunnen doen hier op YouTube.
Laat me ook even weten als jullie nog op dat soort female power-achtige video's zitten te wachten. Of je daar zin in hebt, interviews met andere slimme, leuke vrouwen over hoe zij het allemaal doen. Dan ga ik er nu snel vandoor. Misschien tot straks, als ik niet vergeet om iets te filmen terwijl ik ook aan het spreken ben. En anders tot morgenochtend. Ik ben hier met Lienus in een hele mooie zaal. Gewone meiden, gewone jonge vrouwen die kunnen dingen delen en dan vaak een groter bereik dan traditionele zetters. Dus ja, dat is natuurlijk altijd